Duimen. Ze is nu nog met één iemand in gesprek en dan komt ze terug. En het kan echt serieus alle kanten op. Maar ze is het wel heel erg aan het overwegen. Dit is Gul of Gierig. Het programma waarin Martijn en Joost het land doorgaan om de vrijgevigheid van mensen te vergelijken. Dit wordt getest op drie pijlers. Een activiteit, eten en een slaapplek. De strijd deze week gaat tussen Enschede en Almelo. Zijn ze gul of zijn ze gierig? Ja, hier staan we dan in Enschede. Terwijl Martijn in Almelo is, ga ik testen of de mensen hier een beetje vrijgevig zijn. Hier achter mij is een marktje. Ik ga denk ik daar eerst heen, want ik heb ook reten veel honger. Waar ik dus wel echt heel erg klaar mee ben, zijn die studentenhuizen. Dus ik ga het vandaag helemaal anders aanpakken. Ik ga weer een poging wagen om eerst alle hotels die in Almelo te vinden zijn, eerst te proberen. Ik ben aan het onderzoeken hoe vrijgevig de mensen uit Enschede zijn. Zou ik voor nu een mooi stuk fruit mogen? Een mandarijntje of zo dan, of een banaan? Laten we een banaan doen. Top, ja. Dus kijk eens, dankjewel. Nou, geniet ervan. Dankjewel. Je komt helemaal goed. Yummy. Lekker man. Hou op met me. We zoeken nog een slaapplek voor vanavond. Of de marketingmanager eventueel aanwezig is. Dan ga ik even voor u bellen. Ja, super. En dan naar de baas vragen. Zij weet niks. Dus we gaan echt alleen op afspraak. Gaat alleen op afspraak. Ja, dus echt, en als u echt een overnachting wil, dan zult u moeten bellen. Ja, je moet nooit bij de eerste tegenslag gelijk opgeven. We gaan het bij de volgende proberen. Mag ik jullie wat vragen? Ik ben de vrijgevigheid van Enschedeërs aan het testen. Ja? Hoe gastvrij zijn ze? Je bedoelt dat je een portie churros wilt? Eigenlijk wel. Maar je mag wel reclame maken voor mij. De beste churros van Enschede. Eet smakelijk. Ik moet ze wel eigenlijk eerst proeven. Ik kan het helemaal niet vertellen zo eigenlijk. Wacht even hoor. Churros uit Enschede. Vrijgeven. Nee, heel goed. Nou, oprecht. Best lekker. Dankjewel. Laat ik vanavond niet weer in een studentenhuis slapen. Almelo, red mij. Goeiedag. We zijn voor een programmaatje bezig. Het heet Gul of Gierig. Dan zijn we de vrijgevigheid van bepaalde plekken aan het testen. En ik was eigenlijk heel erg vastberaden om deze aflevering een keer in een normaal bed te gaan slapen. Hallo, zou je me voorstellen? Martijn. Ik zou heel eventjes kennen met gehoord van mijn collega. Ja. Ja. Dus mag heel veel plaatsnemen, kom ik zo bij. Ja, we hebben alleen geen budget. Dat is een beetje het ding van het format. Hartstikke bedankt. Dan ga ik hier even zitten. Dankjewel. Het was geen nee. Ja, ik heb dus vroeger ook bij Van der Valk gewerkt. Misschien ga ik die kaart spelen. Ja, ik ben gewoon familie. Eens collega, altijd collega. Ik heb een bodempje gelegd en ik heb gehoord dat hier een soort van glow golf / schatkistenjacht is. Dat ga ik proberen te regelen. Hoi, heb jij zin om met mij te glow golfen? Nee, sorry. Maar nee, geen tijd, sorry. Heb jij zin om met mij te gaan glowgolfen? Nu? Nee. Nee? Nee. Nee? Nee. Heb ik eigenlijk niet zoveel tijd voor uit die erg bent. Hoe vrijgevig zijn de mensen uit Enschede? Enschedeërs. Hoeveel mensen? Ja, 100 of 200. Nee, hoe vrijgevig zijn mensen in Enschede? Oh, 100. 100? Ja. Oké, we hebben nu een heel lang gesprek gehad met de manager. Die is erg aan het twijfelen, merk ik. Dus duimen. Ze is nu nog met één iemand in gesprek en dan komt ze terug. En het kan echt serieus alle kanten op. Maar ze is het wel heel erg aan het overwegen. Heb jij zin om wat leuks te doen? Ik moet gaan naar een vriendin. En als we dan met z'n drieën wat leuks gaan doen? Sorry, ik kan niet. Mag ik jou wat vragen? Nee. Nee? Ik dacht, misschien vind je het leuk om wat leuks te doen. Nee, ik moet zo koken. Nou, blauwtje nummer 3. Nee, ze wil niet op beeld. Ik wil echt niet op beeld. Ik ga naar de safari zitten. Nee! Ja. Met open haard. Yes! We krijgen de kamer. Dit is zo keihard winnen. Ik had hier al goed gevoel over. Maar dit had ik nooit verwacht. We gaan onbeperkt tapas eten. We krijgen een suite met weet ik veel wat er allemaal in zit. Dit ziet er fantastisch uit. Helemaal in orde. En ik ben nog nooit zo blij geweest in de aflevering. Mag ik u een knuffel geven? Ik kom gewoon af. Hartstikke bedankt. Een suite, nogmaals. We krijgen een suite. Welkom bij ons verblijf voor vanavond. Je leest het goed. Hier staat suite. Almelo, we love you. Gaan we dat niet doen? Godverdomme, is dit een grap?
Is er... Dat dit een grap is? We zijn er. Het ziet eruit als een kinderspeelhal. Maar goed, mag de pret niet drukken. Ik ben namelijk ook een groot kind. Is het de entree of is het... Het ziet eruit als een soort van snackbar. Sorry, mag ik vragen? Ja, zeker. Ik ben namelijk de gastvrijheid aan het onderzoeken voor mensen uit Enschede. Ja, ik moet nog wat leuks doen. Zou ik mogen glowgolfen? Glowgolf is hier niet. Is hier boven. Oh, ik moet hier omhoog. Ik weet alleen niet of ze open zijn op dinsdag. Dit is wel lekker hoor. Met een balkonnetje erbij. Hatse flas. Kijk eens. Dit is toch winnen, of niet? Als ik zo meteen eventjes wil ontspannen, dan kan dat. Want we hebben namelijk een dubbelbad. Tel het als activiteit? Ik vind van wel. Zo'n overwinning kan ik natuurlijk niet voor mezelf houden. Laten we Joost even facetimen. Nou, Martijn belt. Yo, Marty. Hey, Joost. Ik sta hier dus bij de Glow Golf, maar het ziet er nog wat dicht uit. Ik ben ook niemand tegengekomen die het met mij zou willen doen. Okay. Dus ik heb eigenlijk alleen een paar banaan en een Cheerio gegeten. Hoe heb jij het voor elkaar? Oh, leuke vraag. Ik sta momenteel in een suite. Hou op. Hou op, Martijn. Echt? Ik heb hier mijn eigen open haartje. Dan gaan we het even lekker gezellig opwarmen. Als ik zometeen bij mijn all-you-can-eat tapas diner... Fuck dit. Ik ben jaloers. Oh, hij hangt gewoon op. Nee. Zo gaat dat niet. Ja, hou maar op. Je viel even weg. Want wat we daarna gaan doen, is misschien eventjes relaxen in mijn bubbelbad. Ik zie het, je hebt een bad. Het is oké, okay, weet je. Doei. Oh, gaat hier zo slecht op. Hij staat bij een of andere midget golfbaan die waarschijnlijk gesloten is. En wij hebben het gewoon bij deze uitgespeeld. Meneer, heel even kort. Mag ik je wat vragen? Nee hoor, dank je. Nee, die ziet ook gewoon de camera en dan denkt hij rot op met die camera. Zou het werken als we de camera wegdoen? Als jij hier blijft staan, ja. Ga ik een beetje in de verte een beetje zoeken. Mag ik heel snel iets aan jullie iets vragen? You live in Enschede, right? Ja. Yeah. Yes, because I'm checking out the... gastvrijheid, vrijgevigheid. Je Engels is niet goed. Ja, mijn Engels is heel slecht, man. Misschien wil jij mij helpen. Wil je wat eten? Ik heb al wel gegeten, maar... Eten kan altijd, toch? Oké, okay, je hebt een visje. Ja, man, een visje met sausje. Bro? Nee, maar dat is... Dankjewel. Gasten? Ja. Ja. Moet je wil jij mij wel helpen? Ja, tuurlijk. Heb je zin om het leukste te doen? Ik weet niet of je bowlen leuk vindt. Ja, we kunnen ook poelen. Laten we gaan poelen. Dan ga ik even gauw thuis een hapje eten. Ja. Bel ik jou over een anderhalf uurtje terug. Helemaal goed. Vind ik helemaal cool. We gaan met de gezellige beste man, Felix was het toch? Ja. Gaan we een gezellig potje poelen met een biertje erbij. En dan is het enige wat ik dan nog moet doen, is een slaapplek fixen. Maar goed, hij belt me over anderhalf uur, dus misschien kan ik dat nu wel gewoon regelen. Dit is voor de eerste keer in de geschiedenis van Gul of Gierig dat ik het ga proberen bij een hotel. Dus wie weet, heb ik hetzelfde geluk als Martijn. Hoi. Goedenavond. Ja. Ik ben bezig met een klein onderzoekje. En ik dacht, hier hebben we zo ontzettend veel kamers. Zou ik er eentje mogen gebruiken voor vanavond? We zijn helemaal vol. Helemaal vol. Poging 2. Ik ga eerst vragen of er überhaupt nog een kamer vrij is. Als ze niet het smoesje kunnen gebruiken dat er geen kamers meer zijn. Ik heb een vraagje. Hebben jullie nog kamers vrij? Alleen nog maar Comfort Plus kamer. Ik heb een slaapplek nodig voor vanavond. En ik heb geen geld. En ik dacht, misschien kon jij mij wel helpen. Ik zal het ook vragen aan mijn collega. Dat is in ieder geval iets. Het wordt gevraagd. Oh, ik hoor het al gelijk. Het gaan ze niet doen. Let op, die komt terug. Het gaan ze niet doen. Het mag gewoon überhaupt niet. Oké, okay. Nou helaas. Bij deze van de Valk mag het niet. Ik hoorde toen ik daar stond en zijn overleg waren dat het gewoon überhaupt policy is dat het niet mag. Dat is een leugen, want Martijn zit volgens mij wel in de van de Valk. Ik heb voor mijn activiteit gekozen voor het zwembad en de sauna. Ja, waarom zou je hotel uitgaan als je een fucking sauna en een eigen zwembad hebt? Hey Joost! Wat wel weer ongeveer. Tot hier. Janus Vea, toch? Nee, joh. Ik heb nog vaker bier zien drinken. Hey, cheers, joh. Proost. Proost. Ik heb een tafel 4 voor jullie. Ja, top. Dankjewel. Cheers, vriend. Kijk eens. Kijk, netjes. Thanks voor de biertjes en een poelen. Gefeliciteerd, 3 keer gewonnen. Dat heb je wel weer goed gedaan. Ja, dan moeten wij gewoon weer doorgaan in Enschede op zoek naar een slaapplek. Onbeperkt tapas.
kom maar op. Wij hebben dus een hele, hele lange zware dag achter de rug. Ja. Dus zijn denk ik wel toe aan een biertje. Gewoon voor een tap of een blokje? Ja, doe maar voor een tap. Ga lekker zitten, jongen. Je hebt ook een zware dag gehad. Kijk eens. Misschien is het wel leuk, jij weet natuurlijk, wat jullie specialiteiten zijn en wat lekker is. Als jij ons gewoon verrast, hoeven wij niet meer na te denken. En dan gaan wij lekker genieten. Nou jongen, proost. Kijk eens, wat lekker. Nachos met tomaat. Carpaccio. Heerlijk. Kijk eens, wat lekker. Oké, dit is niet alleen ontzettend leuk en lekker, maar het is ook nog eens heel grappig. Ze doen zo hun best. Want ja, natuurlijk, kijk. Zo'n Van de Valk denk natuurlijk ook, ja, dit is natuurlijk hartstikke leuk PR, weet je. We zijn nu zo hard aan het best aan het doen. We plukken hier de vruchten van en dit is echt fantastisch. En Joost die loopt nog in de kou. Ik begin me nu wel een beetje kut voor Joost te voelen, ben ik serieus. Oh nee, toch niet. Ik heb een slaapplek nodig. Slaapplek? Ja. Ik ga even video bellen hoor. Sam, wat ben je aan het doen? Eten. Oké, ik sta hier op straat met twee mensen van Gierige Gasten. Dat kan je wel toch van YouTube? Nee. Oh. In ieder geval zouden we bij jou mogen blijven slapen. Bij ons thuis op de bank. Jij vindt het prima. Ja, wat mij betreft wel. Top, yes. Nou, dan mogen tot zo. Mogen zie je zo. Mag je een knuffel geven? Tuurlijk. Ik vind het zo lief. Dank je wel. Je bent echt mijn redder in nood. We hebben heel lekker gegeten. Mag ik jou bedanken voor dit heerlijke diner? Ja. Normaal gesproken zou ik vragen om de rekening, maar dat hoeft volgens mij niet, hè? Ik wens jullie een hele fijne avond verder. Ja, wij gaan terug naar onze suite. Bedankt, slaap. Dankjewel, komt helemaal goed. Jo. Tot ziens, hè. Home sweet home. Nou, kijk. We zijn er. Kom nog gezellig in. Dit is ons onderkomen voor vanavond. Hey, Johan. Ja. Mogen in mijn bed slapen. Hou op, echt? Ik ga bij haar in bed. Dit is zo gezellig. Wij kunnen hier hartstikke knus even een avondje doorkomen. Ja, dat vind ik veel te lief. Ik denk dat ik hier misschien nog wel liever zit dan in die suite van Martijn. Dit is veel persoonlijker, toch? Nu Martijn waarschijnlijk al lekker in zijn bedje ligt, hebben wij het fantastische plan gekregen om daar even de stad in te gaan. Lekker. Cheers. Nice. Ah. Wij gaan de stad in, kom op. Yeah, vamanos. Aan de gat in de het is ook wel lekker wakker worden dit, kan ik je vertellen. Oh, kijk eens. Het ontbijt staat al klaar. Goedemorgen. We hebben heerlijk geslapen. Het ziet er nu uit alsof ik met twee knappe dames in bed heb gelegen. Nou, dat is niet waar. Het waren er drie. We hebben wel heel netjes apart geslapen. Maar het ontbijt is gezellig op bed. Ja, lieve kijkers. Ja, heel eerlijk. Ik heb precies niks van Almelo gezien. En dat boeit me precies niks. Volgens mij hebben we hier echt alles gekregen wat we nodig hadden. Wie heeft het gewonnen? Almelo of Enschede? Dankjewel voor de gezelligheid. Brak ze vandaag. Dat was hem dan weer voor deze week. Gril of Gierig in Enschede en Almelo. Moet ik je wel vertellen, uit mijn ervaring heb ik ontzettend veel botte Enschedeers ontmoet. En moet ik zeggen dat ik in eerste instantie ze ook helemaal niet zo vrijgevig vond. Nadat ik Cheyenne ontmoette en al haar lieve vriendinnen, ben ik wel een beetje teruggekomen op mijn mening. En je hebt de rest kunnen zien. En Martijn heeft wel het luxe van het luxe gehad, maar hij is een hotel. Dus het is aan jullie thuis. Wie vinden jullie dat gewonnen heeft? Zijn dat nou de mensen uit Enschede of zijn dat de mensen uit Almelo? Laat weten in de comments en dan zie ik je volgende week weer. Ga ik lekker uitbrakken. Doei!